Welkom bij Uitvaart en Zo. Kom binnen. Wat fijn dat jullie er zijn. Ik ben Irmgard Weidemuller van Uitvaart en Zo. En we zijn vandaag bij Begraafplaats ter navolging op het allermooiste plekje hier in Den Haag. En het is hier opgericht al in 1778. Er liggen wel belangrijke mensen begraven hier, zoals Betje Wolf, Aagje Deken en Groen van Prinsteren. Wat wij hier doen is eventueel onze cliënten ontvangen, onze zakelijke relaties, maar bovenal doen we onze administratie en dat doen we met onze hele familie. Ik ga even een koffertje maken voordat we verder gaan. De reden waarom ik deze serie maak is omdat ik gaandeweg in de jaren zoveel vragen te horen heb gekregen van wat gebeurt er nou als je komt te overlijden en wat doen wij met een overledene en wat gebeurt er achter de schermen in het crematorium. En ik doe dat omdat ik het belangrijk vind dat we niet in geheimzinnigheid werken. De volgende afleveringen gaan wij naar verschillende locaties. We gaan naar de begraafplaats, naar het crematorium, naar statievervoer. En er is een aflevering bij mij aan tafel met een aantal gasten die ik heb uitgenodigd. Vragen zoals verlies, verzorging, wet op de lijkbezorging. Maar in ieder geval alle vragen die ik in de afgelopen jaren heb ontvangen, daar ga ik proberen antwoord op te geven.